In deze video ga ik het hebben over de spier de rhomboideus major. Dat is een spier die onder de trapezius ligt, dus die spier ga ik even weghalen. Dit is de rhomboideus major, die zit zowel links als rechts. We hebben ook een rhomboideus minor, daar kom ik later op terug. In deze video ga ik dus het verloop uitleggen, de functie van deze spier, oefeningen, zowel kracht- als rekoefeningen en de meest voorkomende klachten van deze spier. Ik zou zeggen, kijk even mee in deze video. Nou, wat is het verloop en de functie? Als je hier links in het plaatje kijkt, zie je heel mooi dat de rhomboideus major dus aanhecht vanaf toracaal 2 tot toracaal 5. Dus de wervel T2 tot T5 hier. En vanuit daaruit gaan ze naar buiten en hechten ze vast aan de rand van het schouderblad. Dus de mediale border, mediale rand van het schouderblad, zowel rechts als links. Nou, als we dan naar de functie kijken hier in rechts in beeld, dan maakt die rhomboideus major dus een scapula adductiebeweging. Dus de scapula vlakken gaan naar elkaar toe. En hij maakt een elevatiebeweging. Dus hij trekt als het ware de scapula schouderblad een beetje omhoog. Nou, ik ga je nu een aantal krachtoefeningen laten zien om die rhomboideus major te trainen. Je ziet hier niet heel goed de spier afgebeeld. Want hij loopt dus van die T2 tot T5 en hij hecht dus hier vast aan de schouder. Blad aan die rand. En wanneer we dus onze arm naar achteren bewegen in een pulley, dan spannen we deze spieren aan. Ja, dus de reverse fly is een hele goede oefening om, om deze spier te trainen. Hier zien we dus heel mooi de dumbbell fly. Dus wanneer we op onze buik liggen en een gewicht in onze hand pakken, dan kunnen we heel mooi die rhomboideus hier, die hier loopt, kunnen we trainen. Door dus de gewichten naar achteren te bewegen, spannen we die rhomboïdiespier weer aan. Nou, hier zien we in principe dezelfde oefening, alleen dan met je eigen lichaamsgewicht. Je trekt jezelf eigenlijk op. Net had je gewicht in je hand en bracht je gewichten zeg maar naar achteren. Nu heb je eigen lichaamsgewicht en trek je jezelf op. Dus in principe krijg je dezelfde beweging. Dus hier ook train je weer die rhomboïdies major. Nou, hier zien we dus een row oefening, de bent over row. We kunnen dit ook zitten doen. Hier zien we dus ook heel mooi dat we die rhomboideus aanspannen. Hè? Want we trekken het gewicht van beneden naar achteren, zeg maar. We trekken de ellebogen naar achteren en we spannen de spieren tussen de schouderbladen heel mooi aan. Dus de rhomboideus major wordt heel goed geactiveerd zo. Nou, hier hebben we dus een hele mooie stretch oefening. Hier zien we de lower trapezius afgebeeld, maar ook de rhomboïdiespieren stretchen we hier, want je ziet dat die scapula, het schouderblad, heel mooi naar buiten draait. Hier zien we nou nog een keer, dus het schouderblad gaat naar buiten, daar zit die rhomboïdius aan vast, en dan komt hij eigenlijk wat spanning. Je kunt ook je arm voorlangs halen, dus nu heb je een beetje naar beneden, maar je kunt ook je arm dus voorlangs halen, je schouder gaat mee naar voren en je voelt als goed de stretch achter op je wervelklom. Nou, wat zijn de voornaamste klachten die kunnen voorkomen vanuit die rhomboïdiespier? Primair gezien zien we heel vaak dat mensen gewoon simpelweg pijn tussen schouderbladen hebben. En met name die mediale rand, dus die rand hier waar je die kruisjes ziet rechtsonder in beeld. Daar zit het probleem vaak. En de pijn kan dus wat naar boven uitstralen, wat naar de zijkant, maar ook naar beneden. En vaak zien we dat dan triggerpoints, spierknoopjes de oorzaak zijn. En dit is heel goed op te lossen middels myofasciale technieken. Dus draaiing therapie, triggerpoint therapie. En zo gaan we die knoopjes eigenlijk uit de spier halen, waardoor de doorbloeding beter wordt. En uiteindelijk kan de spier weer optimaal bewegen. We zien vaak dus niet alleen lokale problemen, maar ook problemen wat verder van die rhomboïdiërs af. Denk bijvoorbeeld aan schouderklachten. Aan slijmbeelsontstekingen, pezelontstekingen, impingementklachten. En hoe komt dat nou? Als de rhomboïdiespier hier verzwakt is, op die toracale wervelklom, dan krijgen we iets meer een kyphose. Onze schouders gaan wat meer naar voren staan. Dat zie je zo meteen nog wel even in deze video. Maar als die schouders naar voren gaan staan, dan komt er meer rek op die rhomboïdius. En dan ontstaat er eigenlijk te weinig stabiliteit. Dus we gaan, het voorhoofd gaat ook naar voren toe. De schouders hier gaan naar voren. Waardoor hier die ruimte eigenlijk kleiner wordt, waardoor we dus die ontstekingen kunnen krijgen en impingementklachten.
Daarom is het belangrijk om die rhomboïdiespieren hier te trainen, zodat de schouderbladen wat meer naar elkaar toe gaan, we een rechtere rug creëren en de schouders ook meer in één lijn komen staan met de wervelkolom. Uiteindelijk kunnen we dan dus schouderklachten voorkomen. Dus train die rhomboïdiespier, zorg voor een goede houding en dan moet dat goed komen. Nou, onder deze video staat nog meer waardevolle informatie. Ik wil je bedanken voor het kijken en tot de volgende video.